Hij mag er wel lachen. Ja? Mag het? Ja. Ik ben benieuwd hoor. Here we go. Ja hoor! Ordinair. Ja, lekker ordinair. Dat is ordinair. Dat is wat ik wilde. Chic ordinair. Chic ordinair. Die kleur ook. Gaaf, man. Ja, als je met deze aankomt. Volle Brabus pakket natuurlijk. Die velgen springen eruit. Grote wielen. Remklauwen hebben we voorzien van Brabus branding ook. Dik ordinaire wagen, man. Frontlip. Ja, en natuurlijk alle logo's. Welke ik zelf heel gaaf vind, is de instap die eigenlijk meekleurt met de interieurverlichting. Vet. Misschien nog wel het dikst van alles is die achterkant. Die spoilert best wel een formaatje. Ja, dikke achterkant. Ik zou zeggen, stap even in, zit even. Start hem even, doe hem lekker aan. Stap je erbij? Waar gelijk? Echt, met zo'n project, zo'n auto, bro. Als je met deze aan kunt rijden. Ja. Nou, met het feit dat je de eerste bent in Europa. Dat je die dat kon krijgen, die dit pakket op de auto heeft. Gruwelijk. Beter kan niet. Gruwelijk. Nee, ik ben echt blij mee, man. Ja. Voel me weer als een klein jochie, man. Wat een ding eigenlijk, hè? Kan je dit me voorstellen? Ja, ik kan me wel wat voorstellen, ja. Nou ben ik wel benieuwd, jongens. Ah, het is wel tijd om het te gaan laten zien. Ik zie jouw reactie zien. Ik zie een beetje zenuwen bij je. Spannend! Ja, nou ben ik wel benieuwd. Daar gaan we, hoor. Here we go. Ja, lopen, oké. Okay. Zo, hé. Zo, ik kan bijna mijn zon heel benieuwd benen. Morgen. Ja, dit is weer veel te ziek, jongens. Jezus. Oh, bestaat het, joh? Oh. Ja, dit is wel heel ziek. En een dakrek, hè? Ja, daar kan jij op liggen straks, Buffer. Ja. Oh, serieus. En heel belangrijk, we hebben de uitlaat aangepakt. Ja, ik zie het al. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het klinkt, want het was een beetje lullig inderdaad. Het klinkt wel heel gevaarlijk allemaal. Oké, okay, we gaan starten, ja? Ja. Oh, ja. Very nice. Hey. Dit lijkt me zo'n oorlog, hè? Dit lijkt zo'n monster truck. Ja, gaat er wel op, hè? Nee, joh. Ken het. Dat had je er niet over doen, hoor. Oh, dan wel. Ik ben benieuwd. Ja, het is hem wel. Oh. Jongens. Ik heb goosebump. Ja. Oh. Jongens, dit is beyond my expectation. Maar echt, dit is wauw. Wauw. Oh, dat stuur ook. De stitching in de stuur. Ik ga zo naar de exterieur. Ik wil even de interieur kijken, want dit is. Jongens. Wauw. Dit is hem toch? Ja. Dit is, jongens, echt. Chapeau, complimenten. Jullie hebben gekild op deze, dit is insane. Hey, goedemorgen jongens. Hey, hey, gezellig om hier te zijn. Ja, welkom. Ja, en ik ben benieuwd. Waar ben je benieuwd naar? Nou, naar hoe die rijdt en hoe die rijdt. Nee, natuurlijk. Mijn auto, hoe is mijn auto geworden? Zullen we hem gelijk vinden? Want hij staat namelijk achter nummer 7. Komt hij dan? Oh, is zwaar hoor, deze deur. Ah. Is hij? Hey. Oh, dat is tof, man. Hoe
precies wat je zei. Ja, gek. Carbon komt beter naar voren, hij breekt het geheel aan de voorkant. Hij is helemaal carbon, of is het alleen dat stukje carbon? Hij is helemaal carbon. Dus versneller. Hij is lichter, dus het wordt dadelijk nog een goede wedstrijd, denk ik, op het circuit. Het is niet het enige optisch, hè? Uitlaat. De uitlaatjes. Start hem eerst. Ben ik klaar voor? Ja, komt u maar. Veel beter. Dat was zwaar geluid. Hè? Gaaf. Echt, doe maar. Okay. Are you ready to see your car? Yes. Okay. Yes, yes. Oh my god. Oh wow. My name's on there. So cool. If you want to take a look inside the car. Oh my god, my name. This looks so what we so did is we cool. took out all the chrome, made it all much darker for you on the inside. Oh, I'm just literally now notices the black. I only saw the pink, I now notice the black. Yeah, thank you so much. You're very welcome. You guys ready for the reveal? Yes. If I pull the cover off. You pull the cover off, we'll stay here. Come here, man. I was scared, man. You scared me over there. Sorry, baby. I'm sorry. I'm love. Me too, don't worry. Me too. We can never forget. So, this is a Can-Am 1000cc with turbo. I see a baby seat problem. Yes. Look at the speakers. Oh my guys. That's a lot of speakers. Yeah, these speakers are insane. Is this a toolbox? Ah, yeah, that's for me. Cool. Don't touch my toolbox. Actually, you can touch my toolbox. Yeah, I know you like it, that's it. So there's a new exhaust installed as well. It's like, actually like you took the Maserati GT and actually turned it into a buggy. Gaat ie? Ben je er klaar voor? Ja. Je handen voor je ogen. Oké. En als die helemaal open is, dan pas mag je kijken. Afgesproken? Hoe weet ik dat die helemaal open is? Dat ga ik zeggen. Oké. Top, daar gaan we. Oh mijn god, ik vind het zo spannend. Bijna je ogen mogen open. Oh mijn god! Nee joh! Lekker hè? Ah! Nee! Oh jee! Oh mijn god! Oh, ik had echt heel veel verwacht, maar dit niet. Dit is echt wauw. Ik ben er zo blij mee. So yeah, it's time to reveal. You know what I love? It already looks good. Yeah, under the cover, it looks sick. Enjoy it. Thank you. Ready? So funny thing is, we only spoke via the phone. So like, what are we gonna do? And I said like, can we just do it subtle? Yeah. You know what I mean? You guys did it so quick, man. It was a rush. It was not an easy job. No. Ik zei dit, kan echt niet wachten. Let's go. Zoals jij het altijd zo mooi zegt. Let's go. Holy crap! Oh. Echt crazy. Forged carbon, Novatec,
Dit is carbon natuurlijk. Ja, carbon. En dit is gepest, waardoor je ook dit soort van camo motief krijgt. Ja. Ik vind het effect wat het geeft, vind ik heel dik. Ja, ja, pas, die kleuren passen mooi bij elkaar. Het is gewoon insane. Lekker, hè? Zeker weten. Dikke wielen eronder. Niet normaal. Ik vind dit zo dik, die kieuwen zo. Het zijn net even die kleine veranderingen die hem echt gelijk een stuk dikker maken, dit. Ik zie hem aan de verte. Daar is mijn schatje weer. De kleur is vet, hoor. Kijk, kindertjes. Het is abnormaal, man. Maar kijk, wat het afmaakt is ook die gordels. Dit ook zo, dit was ook zo, dat zwarte. Abnormaal. Details kloppen nu helemaal. Thanks, man. Zoals altijd. The big reveal. De big reveal. Iets hoe lang ik heb gewacht. Komt-ie, jongen. Oh. Dat is niet normaal. Ik ben sprakeloos, man. Ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Het is echt niet normaal. Hij is echt dik. Is het dikste in Nederland? Europa? Europa, hè? Zonder twijfel. Ja, ik zag deze voor het eerst bij Memphis. Toen dacht ik van, op een dag heb ik hem ook. Ja. Precies. Gewoon van wat ik Thomas heb gestuurd. Het is een mooi verjaardagscadeau. Het is een geweldig verjaardagscadeau. Dit had ik nog niet eens gezien. Dikke. Ja, dit is het moment om te zien hoe die echt is. Dan gaan we niet wachten, toch? Dat we hem even uit moeten halen. Holy shit, man. Dan kan je op je gemak even omheen lopen. Ik zou bijna zeggen dat je heel de auto nog nooit hebt gezien. Ja, maar kijk hoe dit eruit ziet, joh. Wauw, man. Ah. Ja, dit is toch crazy. Nou, laten we bij de voorkant beginnen. Vind ik een van de dikste upgrades eigenlijk, qua looks. Ja. Compleet andere neus. Hij klopt nu helemaal. Hij is perfect. Is die zo af? Ja, ik heb alleen de afstandsbediening nog nodig. En dan is die... En nu heb je de afstandsbediening. Ik denk dat die op 2. Dat is toch crazy? Dat is niet normaal. Echt, dit is echt. Er is niks mooiers dan dit, toch?